Het Polytechnic College Suriname, PTC, moet zichtbaarder worden. Deze hoge beroepsopleiding bestaat in februari precies 25 jaar en heeft haar jaardag ingeluid met het onthullen van een nieuwe logo. Ondanks een kwart eeuw van bestaan is het college echter nog te weinig bekend in Suriname. En toch levert het PTC al 25 jaar deskundige HBO'ers aan de samenleving. Inmiddels al ruim 700 afgestudeerden op bachelorniveau en rond de 100 masterstudenten. Het instituut verzorgt diverse opleidingen op technisch gebied, in de landbouw en voor het onderwijs. In dit nieuwe jaar is het belangrijkste streven dan ook om zichtbaarder te worden, zegt directeur Holband. Dat is een hele goede opmerking. Dat is de grootste uitdaging die we hebben als het gaat om het gezicht van PTC. Dat we merken dat zelfs binnen de overheid die heeft bijgedragen, die grote stappen heeft gezet om PTC op te richten, merken we dat de overheid niet eens bekend is met de zaken van PTC. We hebben, als we het hebben over agronomie, agrarische opleidingen, hebben we gezien dat de vorige president, en eigenlijk hoor je nog steeds in het huidige parlement, dat er gesproken wordt over landbouwonderwijs op middelbaar en hoger onderwijs. En ik denk van, hé, maar zijn we niet bekend? Gelukkig praat onze huidige minister erover en heeft hij de instituten bij elkaar gebracht om te zeggen van, we gaan de zaken stroomlijnen. Maar we merken inderdaad dus dat de activiteiten van PTC nog niet zo bekend zijn voor die samenleving. En daar werken we heel hard aan. Het is een van de opdrachten die we ook vanuit het nieuw bestuur hebben van zorg ervoor dat men precies weet wat PTC allemaal kan doen en waarvoor ze bij PTC terecht zijn. Holband benadrukt dat PTC vooral bestemd is voor toegepast onderzoek voor als je wilt weten of iets inderdaad werkt. Daar worden de studenten voor opgeleid. Binnenkort gaat een van de grootste wensen van PTC in vervulling. PTC is 25 jaar, dus als we even rekenen, is 97. Als u de geschiedenis van Suriname kijkt, dan weet u welke situatie we waren in 97. Ook een crisissituatie. Dus ik vond het dapper, ik vind het nog steeds dapper van de regering toen dat ze hebben gezegd van, hé, we zitten in een crisis, maar we gaan toch PTC laten opstarten. Maar ze hebben toen gezegd van, weet je, we hebben geen geld, dus we kunnen PTC geen gebouw geven, we kunnen niet ervoor zorgen dat er voorzieningen zijn. Dus maak gebruik van ruimte van derden. En zo is dat ding ontstaan. En dat heeft eigenlijk direct de beperking gelegd voor de groei qua logistiek voor PTC. Uiteindelijk, het heeft me pijn gedaan toen ik mijn studenten buiten zag vergaderen. En ik vroeg ze, wat doen jullie hier? Ik zal niet zeggen waar, want ik wil geen reclame maken voor de locatie. En toen zeiden ze, ja, we moeten toch in groepen werken, maar begin ook als we zijn hier gekomen. En dat was het voorbeeld dat ik toen naar het bestuur toe bracht en zei van, dit kan toch niet. En dat is de omkeer geweest. En we hebben toen, vanaf toen, zijn we met het bestuur gaan werken aan het zoeken naar terrein, het praten met de overheid voor een stuk terrein. En uiteindelijk in 2017 kregen we de beschikking van minister Samsudin. We hebben dus nu ons terrein en we hebben uit eigen middelen ook weer een gebouw kunnen opzetten waar we onze ICT en elektrotechniek studenten gaan kunnen opvangen. En we hopen dat tegen eind van de maand helemaal in gebruik te kunnen nemen. Dat is ons eerste gebouw. Binnen 2 jaren moet ook de andere faciliteiten op de nieuwe plek beschikbaar komen. Uiterlijk eind 2025 moet de volledige opleiding in hun nieuwe gebouw zitten. Overigens vertelt Holban dat alle resultaten van afgestudeerden worden opgestuurd naar alle belanghebbenden en ook de overheid compleet met contactinformatie. Het Polytechnic College viert haar 25-jarig bestaan op 21 februari en staat ook bekend als de University of Applied Sciences. Het volledige gesprek met de PTC-directeur Robbie Holband kunt u terugkijken op onze YouTube-kanaal.